Aankomende zaterdag staat voor Willem II het tweede uitduel op rij op het programma. Dit keer is ADO Den Haag de tegenstander. Deze wedstrijd werd al 21 keer eerder gespeeld en Willem II won er 7, zoals op 15 november 2008. Meric. De overtreding nummer 3 van Veloso. Rankovic. Cornelissen. Handig. Knopper. Wild schot. Nee. Prima schot. Lekker uitgehaald zeg. En via Carbo dan enige rust. Nou ja. ADO blijft drukken. Boutahar langs Van Hezen. En dan ligt de ruimte voor Willem II. En veel ook. Boutahar kan zo doorlopen en scoren, maar stuit op Swinkels. Knoppen. Ami, maar wie is er nu voor het doel? Eigenlijk alleen voor Hoek. En nou, Immers. Oh! Mohamedou, wat slimmer dan Ami. En het schot is helemaal niet zo slecht. Nou, daar is Willem II dan. Ibad Mohamedou. En opeens nog wat ruimte. De Mouge. Doet het. Ja, hij doet het zeg. Frank de Mouge. Hele wedstrijd niet gezien. Maar als je hem dan zo kan maken. Dan hoef je hem verder ook niet te zien. Het is een wedstrijd die geen winnaar verdient, maar hem wel krijgt. Ja, en als je hem zo binnenschiet. En dan is het afgelopen en wint Willem II. Niet verdiend hoor, want dit was een wedstrijd die geen winnaar verdiende. Zowel Willem II als ADO behaalden dit weekend geen punten en zakten daardoor op de ranglijst. De ploeg uit de Hofstad staat 8e en de Tricolores staan 16e. De wedstrijd tegen ADO begint zaterdag om 7:15. Kijk voor actuele informatie over de kaartverkoop op willem2.nl.